Chaos. Iedereen maakt het wel eens mee in onze alsmaar drukker wordende maatschappij. Ook zo voor de 18 acteurs van de VZW Sering uit Borgerhout. Zij werkten anderhalf jaar lang aan de nieuwe theatervoorstelling Chaos. Dat algemene gevoel van verwarring, van chaos, zo noemden ze het ook. Toen dachten we, ja, dat is wat de maatschappij vandaag is. Nee, 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 geen San Severias! En waarom niet? Ja, we zijn het deftige etablissement! Die San Severias zijn perfect voor iets al! De acteurs van Chaos zijn zeer divers. Eén heeft het syndroom van Down, een andere is blind en nog een andere volgt chemotherapie. Jong en oud door elkaar. Doelgroepen dus. Maar voor regisseur Mia Grijp is het meer dan dat. Wij hebben gemerkt door doelgroepen te vermengen dat het heel probleemoverstijgend werkt. Dus ik denk de return voor de maatschappij is daardoor heel hoog. De voorstelling Chaos is ook de permanente strijd om iets te willen betekenen in het leven. Ieder op zijn manier. Het zoeken naar die betekenis zit ook in het stuk. Iedereen wil echt wel iets betekenen. En dat is een van de dingen die je in Chaos te zien krijgt. De theatervoorstelling Chaos bij de VZW Sering op het Groeningerplein in Borgerhout loopt nog tot 23 oktober.